Ja, wat heel interessant is, ik denk dat je eigenlijk hier twee dingen ziet. Je ziet dat en het besef binnen de samenleving groeit, van dit is een belangrijk vraagstuk. En het is een vraagstuk die de komende 20, 30 jaar ons leven gaat beheersen. Dus daar wil je natuurlijk aan meedoen. Ik denk dat heel veel mensen voelen, ik wil geen onderdeel zijn van het probleem, maar ik wil ook een onderdeel zijn van die oplossing. Het klimaatvraagstuk is eigenlijk het grootste en meest urgente vraagstuk van onze tijd. En eigenlijk is daar gelukkig het inzicht ook gegroeid dat gedrag een heel belangrijke rol daarbij speelt. Dat blijkt ook uit het laatste IPCC-rapport, dat we echt op dat gedrag heel veel moeten gaan doen. Want de techniek die is er. En de masters die wij gaan opleiden, die kunnen het klimaatvraagstuk koppelen aan gedrag en daarmee een hele belangrijke bijdrage leveren. In duurzaamheid is gedrag echt essentieel. Als je daar niet naar kijkt, dan kan je niks veranderen. Dan gaan beleidsmakers daar ook niet op sturen. Dan gaan burgers zelf niet veranderen. Het moet iemand zijn die naar die menselijke kant kijkt. Wat heel erg bijzonder is aan deze master is dat het zich echt richt op de gedragswetenschappen achter klimaatverandering. Dus het focust zich op de mens. En dat is juist nu een heel belangrijk thema aan het worden. Omdat je ziet dat we jarenlang al bezig zijn geweest met de techniek, met de financiële regelingen. En dat we langzamerhand zien dat die verandering steeds noodzakelijker wordt en zich steeds meer in die samenleving inweeft. En dan zie je ook dat er weerstanden ontstaan, dat mensen het moeilijk vinden of dat mensen eigenlijk niet zo goed snappen wat nodig is. En dan komt die vraag vanuit gedragswetenschappen in één keer langs. De master is nieuw en ook de enige in Nederland waar het klimaatvraagstuk en gedrag worden gekoppeld en op een praktijkgerichte manier worden benaderd. Ja, het zijn mensen die warm lopen voor het onderwerp duurzaamheid, die het echt na aan het hart gaat, die nieuwsgierig zijn naar menselijk gedrag en hoe dat wel of niet beïnvloed kan worden. En jij als persoon moet ook wel echt zelf heel proactief en creatief kunnen denken. Je moet ook een beetje sensitief zijn, je moet mensen goed kunnen verbinden, je moet kunnen samenwerken, want jij bent degene die strakjes al die verschillende stukjes van die puzzel bij elkaar moet gaan leggen. Ja, wat heel interessant is, denk ik, dat de potentiële studenten voor deze master, die komen echt letterlijk, en dat klinkt misschien een beetje flauw, maar die komen letterlijk overal vandaan. Dat zullen misschien nog jonge studenten zijn die net afgestudeerd zijn, net aan een baan begonnen zijn. Dat kan bij een gemeente zijn of bij een bedrijf, die in één keer worden gevraagd van, goh, maar hoe moeten we die verandering in onze eigen organisatie of daarbuiten plaatsvinden? Het is een deeltijdmaster, dus je doet hem naast de baan die je hebt. Je komt één dag per week op de HVA en daarnaast werk je nog 12 uur in je eigen tijd aan dat project waar je op je werk mee bezig bent. Nou, we hebben eigenlijk een hele mooie mix van docenten die lesgeven aan de master. Dat zijn aan de ene kant docenten van de Hogeschool van Amsterdam en die geven les op het gebied van adviseren of praktijkgericht onderzoeken of professioneel werken. Maar we hebben ook docenten vanuit het lectoraat, Psychologie voor een Duurzame Stad. En die kunnen juist ook die actuele casussen inbrengen in het onderwijs. En we maken veel gebruik van gastsprekers en die kunnen uit het bedrijfsleven komen of vanuit de overheid. In de grote stad gebeurt het allemaal. Hier wonen de mensen, hier wonen de beleidsmakers, hier zitten grote bedrijven. En op al die doelgroepen kan jij je interventies waarnaar jij onderzoek doet gaan toepassen. En bovendien in de stad zijn heel veel verschillende contexten. Die maken het nog complexer om hier onderzoek te doen en interventies te bedenken. Ja, wat je zult zien dat de studenten van deze master, die zullen aan de ene kant echt onderzoek doen. Dat wanneer er dan een vraag komt vanuit een bedrijf, als we nou onze kantine zouden willen vergroenen, hoe krijgen we dat dan goed voor elkaar? Nou, dan gaan zij kijken wat maakt dat er weerstand zal zijn, waarom medewerkers dat wel of niet willen. Dus dan ga je op dat vlak kijken naar de factoren die een belangrijke rol spelen. En aan de andere kant gaan ze ook nadenken over wat zijn dan de interventies of de oplossingen die daadwerkelijk het verschil ook gaan maken. Dus het is aan de ene kant onderzoek, aan de andere kant interventies ontwerpen. Ik hoop dat je enthousiast bent geworden en dat je naar de informatieavond komt. Mocht je die gemist hebben, mail me dan.